Hans kan zuinig zijn, maar weer niet als het gaat om maatschappelijke doelen. Hans is het geweten van de corporatie. Hij zei altijd eerlijk waar het stond. Dus hij praat niet zakelijk, maar hij praat uit het hart van de mensen. Wordt het even wat lastiger, dan weet Hans zich altijd op een leuke manier, op een humoristische manier te redden uit een situatie. Soms best eigenwijs geweest in het verleden. En daarmee zijn hele mooie projecten ontstaan. Ja, kom maar. Kom maar. Dit is mooi. Daarom is het fijner. Ja, voor iets moet je voelen. Zelf bedacht, zelf in de hand. En natuurlijk met alle medewerking van iedereen en alles, want anders had het nooit kunnen. Medewerking en samenwerking. Ja, ja, absoluut. Ja. Hans heeft de gewoonte om mensen bij werkzaamheden te betrekken. En dat werkt over het algemeen heel goed, want daarmee krijg je toch een enthousiaste medewerker die innovatief bezig is met een planvorming. Het is nog meer dan dat we verwacht hebben. Het is echt een thuis. Ja. Voor onze kinderen, maar het is ook voor de broertjes en zusjes van onze kinderen is het warm binnenkomen. Mijn man die kwam gisteren thuis, was hier geweest, maar hadden de kinderen een feestje. Toen hij zegt, wat ben ik toch een gelukkig man. Hè, ik word helemaal blij als ik van Bert afkom. Hans, bedankt. Ja, yes, super Hans, bedankt. We zijn blij met je. En dit project heeft echt wel ups en downs gehad van begin tot einde toe. En Hans heeft dat nooit willen opgeven. Hij heeft altijd gestimuleerd en gezegd van jongens, vasthouden, doorzetten. Dit vond hij gewoon echt iets wat er moest komen. Goed, ik ben Nathan, ik ben 21. Ik woon hier nu 5 maanden. Het was of kliniek of hier of thuis blijven, wat geen optie was. En toen ben ik heel blij dat ik deze kans heb gekregen. Want de begeleiding is aanwezig. Voel je je goed, dan kan je met ze praten. Voel je je slecht, kan je met ze praten. Ze zijn er, ze steunen je. Het was een gok en die is 1000 maal beter uitgepakt. Ik ben gelukkiger hiermee op dit moment dan dat ik nou 1 ton bij de staatsloterij zou winnen. En hij zei altijd van, ja maar ik leer jou toch niks. Dan zei ik altijd, Hans, ik leer zoveel van jou doordat jij gewoon Hans bent zoals je bent. Leer ik al genoeg van. Je bent gewoon een prima mens. En de betrokkenheid die hij heeft bij de zaken die hij doet, ja daar kun je alleen maar enthousiast van worden. En dat stimuleert gewoon heel veel mensen om mee te doen met wat hij wilde. Hij heeft de organisatie ook echt ontwikkeld en stappen verder gebracht. We hadden een afspraak dat in 2013, dan moest het zover zijn. En 2013 nadert nu en Hans gaat weg. En nu staat er weer een groot vraagteken. Wat gaat er gebeuren? Ook Hans had ook echt veel interesse in ons werk en wat wij deden. En in de vooruitgang van het huis enzovoorts. Zijn vrouw heeft een project ook in Zuid-Amerika. En wij zijn missionarissen, dus er is heel gauw contact met elkaar. En er heel veel uit met elkaar te delen. Dus dat klikte meteen. Dus eigenlijk, Marianne, zowel als Hans hebben alle twee de interesse hier liggen. Soms was Hans nog in de vergadering en dan belde ik gauw, Marianne, heb je al wat gehoord? Hij zal ook geen rust hebben totdat er wat definitiefs gepland is. En als hij maar weet dat het doorgaat, op welke manier dan ook, dat zal voor Hans ook een geruststelling zijn. Want hij zal toch ook, als het niet zou doorgaan, zal hij het ook heel erg vinden. Want het is toch een stukje levenswerk van hem geweest. MUZIEK
Hans kan altijd ontzettend genieten als hij ziet dat mensen hier met elkaar op hun verhalenbank een praatje zitten te maken. Want dat was de bedoeling van deze bank, dat mensen hun verhaal, hun leven, hun geschiedenis met elkaar delen. Hij is zo intens gelukkig, altijd met dit werk geweest. En dan vooral ja, door die combinatie, want dat is het hem. Want zijn hart, natuurlijk ligt zijn hart ook bij financiën. He? En bij huizen, vindt hij geweldig, alles wat eromheen. Maar ook zeker de samenwerking met al die maatschappelijke organisaties. De huurders zelf, he? De verhalen van de huurders, het waarom mensen ja, zo dringend een huis nodig hebben. Ja, daar ligt zijn hart. Dus voor hem was dit eigenlijk het totale pakket, alles waar hij van hield. En ik heb er dan ook altijd intens van genoten om hem iedere ochtend fluitend naar zijn werk te zien gaan en 's avonds weer fluitend thuis te horen komen. En eigenlijk wil ik Hans daar intens voor bedanken. Want het heeft dus niet alleen hem, maar zeker ook mij en ons gezin heel veel moois gebracht. Elk jaar weer vond ik dat eigenlijk het mooiste punt, die huurverhoging. Want ja, of een huurder nou 2,2% huurverhoging krijgt of 2,7. En dan praat ik met name over sociale huurder, want dat is eigenlijk ook het doel, hè, van de corporatie. Dat we dat voor elkaar kregen. En vaak werd er ook naar geluisterd. Ja. Ik zei ook vaak tegen Hans van, Hans, als we elkaar nou eerlijk in de ogen kijken, dan hoe denk je dan over? En dan begon hij een keer te lachen en dan wist hij eigenlijk wel hoe het ervoor stond eigenlijk. En in die zin moet ik eerlijk zeggen dat was Hans echt een goede bestuurder, vond ik. Niet alleen voor de corporatie, was hij heel goed voor, maar ook zeker voor de huurder. En dan heb je het nou aan een tijd waar hij alleen maar dingen mag en niemand moet. Dus in die zin wil ik Hans naast Marjan een hele fijne en goede tijd toewensen. En dat ik echt nog aan hem blijf denken als wij in het overleg zitten. Hans wil ik graag met ideeën uitzetten en vervolgens in werkgroepjes de boel uit laten werken. Bottom-up, hij volgt het dan heel graag. Vaak gaat het heel gemoedelijk in vergaderingen. Hans praat heel graag. Vergaderingen lopen daardoor vaak iets uit. Maar daarmee krijg je wel de brede gedragenheid. En altijd op het laatste moment nog net even iets anders verzinnen. En Wilma wist daar feilloos handen en voeten aan te geven. Die wist daar een mouw aan te passen, loste het weer op. Wat ik vrij prettig vind in de samenwerking met Hans, de achtergrond die Hans ook heeft op het financiële gebied. Dus hij heeft ook zorg voor de mensen, maar ook voor het financiële. En ja, ik kan vanuit mijn discipline zeggen dat hij Area goed achterlaat. Dus wat dat betreft is dat wel gewaarborgd dat ook de continuïteit naar de toekomst goed zit. Ik zou zeggen, ga je nieuwe droom achterna.